nog 17 weken en dan is het zover, het Pinksterweekend. Dan gaat het gebeuren, dus de Europa Run. Allereerst Koos, wat is een Europa Run? Europa Run is een estafetteloop van 500 kilometer, non-stop. Van Parijs naar Rotterdam. Hoe is het ooit begonnen? Het is in 1991 gestart, waarbij er in 1992 voor het eerst een run is gelopen. Dus dat is een non-stop estafette run. En in het begin was die vanaf Rotterdam naar Parijs. En later is die veranderd van Parijs naar Rotterdam. Ja, en deze run, Koos, dat heeft een doel, hè? Welk doel is dat? Ja, we lopen voor kanker, voor de palliatieve zorg. Dus een beter leven tijdens de ziekte. En ja, dat is eigenlijk het doel. De opbrengst is bestemd voor de verschillende doelen die de Europa Run heeft. Er zijn verschillende doelen die zich kunnen inschrijven. Wij hebben bijvoorbeeld hier in het Vechtgenotenhuis voorgedragen. En de gehele opbrengst wordt verdeeld onder de verschillende doelen. En dat kunnen instellingen zijn, het kunnen haarwerken zijn voor mensen. Of het kan zijn dat het naar mensen gaat die nog een korte vakantie kunnen genieten met het gezin. Die dus te maken hebben met kanker. Allemaal gerelateerd aan kanker. Ja. En allemaal gerelateerd aan het leven draaglijker te maken wat ze dan nog hebben. Wat de routes betreft hebben we dus in de COVID-periode te maken gehad met enkele aangepaste routes. Vorig jaar dus vanuit Twente, vanuit Enschede. Ja, dat is correct. Ja, en 2 jaar geleden dus, dat waren Noord-Zuidroutes in Nederland. Ja. Ja. En hoe is het dit jaar, in 2024? Nou, dit jaar starten we net boven Parijs naar Rotterdam. Dat is in verband met de Olympische Spelen is dat. Anders dan zou je starten vanuit Parijs. En er is een route vanuit de vliegbasis Twente, ook naar Rotterdam. De finish is in beide gevallen op de Coolsingel. In beide gevallen 500 kilometer. En welke route lopen jullie? Ja, wij lopen van Parijs naar Rotterdam. Die hebben jullie eerder gelopen met deze groep? Ja, ja. In 2014, 10 jaar geleden, hebben wij deze route eerder gedaan. En wij vonden het fantastisch mooi om 10 jaar na dato, met denk ik ongeveer 60% van de mensen, dit nog een keer te doen, dit evenement. Hoe kunnen de mensen, de kijkers, hoe kunnen ze nou jullie team ondersteunen en supporten? Nou, dat kan heel graag financieel, want we hebben best wel wat geld nodig zeg maar, voor ons team en voor de run. Dat kan via www.europarun.nl en dan Team 11. Wij zijn vanuit Ommen Team 11. Daarnaast kunnen mensen ons volgen via social media. Europa Run Team Ommen. Daar posten wij diverse keren allerlei zaken. Daarnaast organiseren wij sponsordiners op 12 en 13 februari. Het volledige bedrag gaat dan ook naar het goede doel eigenlijk. Nog even één toevoeging aan het verhaal van Ellie. Wij organiseren ook een sponsordiner. Dat is op 12 en 13 februari. Dat is bij Erve Vechdal. Die stellen de locatie ter beschikking. Wildhout heeft het menu samengesteld en zorgt voor de koks. Hanas Volle zorgt voor de producten. Ja. Wijnhof Ommen sponsort de wijnen. En Erve Vechtal ook de rest van de consumpties. Dus ik vond dat ook wel even belangrijk. En dat zijn 2 avonden van ongeveer 60 personen. En de opbrengst gaat dus eigenlijk volledig naar het goede doel. Ja. Omdat alle ingrediënten, alles wordt gesponsord. En jullie moeten zelf natuurlijk ook nog wel iets inbrengen. Hè? Ja, we hebben als groep hebben we inschrijfgeld. En daarnaast moeten we verplicht loten afnemen. Ja, en die moeten we verkopen. 1000 loten? 1000 loten. 2,50? Ja, klopt. Ja. Dat is nogal wat, hè? Ja, dat is heel wat. En 3500 euro inleggeld. Ja, dat klopt. Hoe is het team samengesteld? We hebben 2 teams en die lopen dus 4 uur op, 4 uur af. En dat 48 uur achter elkaar. Dat bestaat uit 8 lopers, dus ieder team heeft 4 lopers, plus 2 reservelopers. Ja. De lopers worden begeleid door 2 fietsers, eentje ervoor, eentje erachter. Dus we hebben 4 fietsers totaal. We hebben een medisch team, fysiotherapie en een arts. We hebben een logistiek team die het vervoer verzorgt. We hebben een catering. Ja, ook nog. En we hebben een sponsor- en PR-commissie, dat zijn wij. We hebben nog een financieel team. En we hebben een teamcaptain, Jeanette Meijering. Ja, er komt heel wat bij kijken. Ja, ons team bestaat uit 25 personen, denk ik. Ja, het zijn dus 8 lopers, hè, die non-stop lopen.
dag en nacht, 4 uur op, 4 uur af. 4 uur op, 4 uur af. Ja. 4 uur af. Maar dag en nacht, ja. Ja. Dus dat is een... En voor de run worden we ook, worden ze ook begeleid. We hebben een fysio en die, je hebt wel op een bepaald moment een bepaalde fitheid nodig. Dus vandaar dat we ook elke zondag trainen. Dus ja, we moeten enerzijds zorgen dat er geen blessures ontstaan. En anderzijds willen we gewoon allemaal over de finish als team en als individu. Ja. En als het nu gaat om de training zoals vanmorgen, gebeurt dat ook individueel of ook wel weer met de groep zelf? Beide. Iedereen traint individueel, want je moet op een bepaald niveau op je fitheid hebben. En daarnaast wordt er meestal op zondag wordt er een route gelopen en gefietst, zodat iedereen ook aan elkaar bent, zeg maar. Zodat je ook wel als team traint. Wat zijn nou de redenen dat mensen hier aan deelnemen? Ja, iedereen heeft natuurlijk in zijn of haar omgeving, familie, vrienden, kennissen te maken gehad of heeft of krijgt met kanker. Dus ja, dat doel is op zich denk ik, dat is heel goed. En het is hartstikke mooi om dat als team te doen. Ja, de voorbereidingen zijn ook echt leuk om te doen. Weet je? Je doet iets goeds, althans dat hopen we dan. En wat Koos ook zegt, iedereen kent wel iemand die of kanker heeft of heeft gehad. En dat is pijnlijk en verdrietig. En je kunt vaak niet heel veel doen. En dit is wel onze manier om toch, de schouders eronder bij te dragen. Ja. En het is daarnaast, het is natuurlijk sportief een leuke uitdaging, omdat het dag en nacht is. Ja, en het groepsgevoel, dat is gewoon fantastisch. Ja. En wanneer is nou dit evenement voor jullie geslaagd? Nou, als we ontzettend veel geld opbrengen, zodat we ook echt kunnen steunen en bij kunnen dragen. En ook als iedereen gewoon op een gezonde manier over de finish is.